We zijn hier in het cultuurhuis in Beek. En bij een cultuurhuis denk je aan voorzieningen als een school, een bibliotheek, andere zaken. Maar denk je niet zo gauw aan een restaurant. En toch is er hier in het cultuurhuis in Beek een restaurant. Namelijk een brasserie. Brasserie Beek van Roger en Hans. En ik ga met hun erover praten. En dan zitten we nu binnen. Gezellig tussen Roger en Hans. En om met de dames maar te beginnen, Hans. Wat heb jij met horeca? Ik heb 19,5 jaar op Calorama in het bedrijfsrestaurant en in het Bruin Café gewerkt. En van daaruit ben ik hierheen doorgestroomd. En ik ben gewoon een mensmens. Want dat moet je zijn in de horeca, dat hè? Dat moet je absoluut zijn. Flexibel. Alles kunnen zien. Alles kunnen willen. Ja. Alles kunnen accepteren. Hard werken. Hard werken. Maar wel leuk. En dat geldt ook voor jou, Roger. Hard werken. Heel hard werken met een tweede bedrijf daarnaast. Mm-hmm. Natuurlijk heb ik Boelzaai Uitzendbureau ook nog. Ja, ook in en, Beek. Ook in Beek. En doe een groot gedeelte van het financiële en het management hier. Mm-hmm. En de keuken draai ik 5 dagen in de week. Ja. Daar heb je dus een koksopleiding voor gehad? Nee hoor. Ik heb gewoon een passie voor koken en een passie voor eten. Nou, dat ken ik, want dat heb ik ook. Dus ik weet gewoon, ik kan gewoon lekker koken, dat weet ik. En wij hebben gekozen voor een eerlijke keuken. Met laagdrempelig eten. Mm-hmm. Maar wel de kwaliteit goed en ja. Prijs laag. Dus prijs-pretverhouding ligt bij ons heel goed. Ja. Jij bent kok hier dus 5 dagen in de week, zeg je. Daarnaast heb je dat uitzendbureau. Bullseye ook hier in Beek. Dat kok zijn... naast je werk, hoe laat begin je dan daarmee? Boelzaai begin ik rond 9:30. In half negen, half tien begin ik bij Boelzaai. Dan in de middag kom ik hierheen. En dan moet ik ook nog dingen op kantoor nog hier doen. Dan ga ik de keuken in. En dan ben ik meestal om 8:00, 9:00 ben ik klaar. Mm-hmm. Dus dat zijn... lange dagen. Hele lange dagen, ja. Ja, ja. Hans, hoe zou je de kaart van de brasserie in Beek omschrijven? Die omschrijf ik als huiskameridee. Dat je gewoon eerlijke producten hebt. Mm-hmm. Kinderen kunnen komen eten. Ouderen kunnen komen eten. Volwassenen zitten heerlijk hier te eten. Ja. Jullie hebben niet echt een menukaart, hè? Wij hebben niet een menukaart, omdat Roger hobbykok is en niet mm-hmm. iedere dag hetzelfde wil koken. Ja. Dus wij proberen zoveel mogelijk om de 2-3 dagen iets anders op de kaart te hebben. Betekent dat, Roger, dat jullie bijvoorbeeld 's avonds voor het slapen gaan het menu van de volgende dag gaan bespreken? Nee, ik bedenk eten als ik... ik haal alles, de ingrediënten haal ik eigenlijk allemaal uit de omgeving. Mm-hmm. Ik haal bij de Plus en Beek doe ik de meeste boodschappen. Okay. Daarvan weet ik dat de groente duurzaam is en dichtbij komt. Het vlees komt allemaal van dichtbij, komt uit Groesbeek. Ja. We hebben vlees wat uit Wieken komt, mm-hmm. van het Dutch Black Angus vlees. Ja. Is kwalitatief heel goed vlees, ja. Maar wij kunnen het toch nog voor een redelijke prijs verkopen. Ja. En ik bedenk eten in de supermarkt. En wat ik ga maken, bedenk ik. En wat ik erin ga gooien... Achter het winkelwagentje. Achter het winkelwagentje, ja. Ik kan ook al om 7:30 naar binnen. Ik kan ook met de vinger op het knopje drukken. Kan ik naar binnen, kan ik buiten de sluitingstijd naar binnen. Ja. Dus je bent de meest bijzondere gast van de Plusmarkt. Ja, maar het is ook mijn beste vriend. Okay. Dat scheelt een hoop. Ja. Zeg, Hans, jij zegt een huiskamerrestaurant. Facebook speelt daar een belangrijke rol in, hè? Een hele belangrijke rol. Waarom? Vertel eens. Onze jeugd leest Facebook. Mm-hmm. Wie zit er niet op Facebook? Mm-hmm. Dus wij zetten dagelijks ons menu op Facebook. Onze activiteiten. We hebben ook een open podium. Ja. Daar spelen bands op. Ja, daarover straks wat meer. Maar dat Facebook... Dat komt allemaal daarop. Ja. Dat komt allemaal op Facebook. Dus op Facebook ga je kijken van wat kan ik vanavond eten in de Brasserie in Beek. Ja. En dan uit hoeveel gerechten kan dan gekozen worden? Gemiddeld uit, ik denk, ik moet heel even kijken, want de borden hangen achter ons. Ik denk 7-8 gerechten. Oké. En dan zijn er 3 voorgerechten, 2 nagerechten. Mm-hmm. En dan vis, vlees en vegetarisch? Vis, vlees, vegetarisch mm-hmm. is eigenlijk altijd wel aanwezig. En in de zomer hebben we ook veel barbecue. We hebben 2 grote barbecues hier staan, mm-hmm. waar we ook in kunnen roken. Dat doen we ook vaak. Ja. En zo heb je heel veel verschillende...
dingen die wij hier kunnen maken. Ja. Hans, als Roger zei net dat hij 5 dagen in de week hier kookt. Kookt u ook thuis? Niet meer. Nee, dat is waar eenmaal. Ja. Dus nee, dan moet jij achter het fornuis? Nou, wij eten meestal toch wel gewoon hier. Ja. En wij zijn eigenlijk gewoon gemiddeld 10 uur per dag met z'n tweeën toch wel een beetje aanwezig. Dus ja. Dit is ons tweede huis. Ja. Dit ja. is ons tweede huis. Ja. 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 Roger, wat is nou een gerecht waar jij zegt van, ik ben hobbykok, maar ja, in de praktijk toch feitelijk professioneel hier in dit restaurant. Hè. Wat is nou een gerecht waar je het meest trots op bent? Ja, er zijn er een paar die ik heel lekker vind. Ja. De wilde ragout. Ja. De wild, die was erg lekker. Die werd door iedereen ook heel erg lekker gevonden. Mm-hmm. Als ik stoofvlees en stoofschotels maak, ja. dat is altijd succes. Okay. Ik weet van tevoren niet wat ik erin gooi. Ik weet ook niet hoeveel en wat ik erin gooi. Ik schrijf niks op. Nee. Ik doe alles van oké, dat is misschien lekker erbij. Of misschien is dat wel lekker erbij. Ja. Of ik kijk wel eens naar een plaatje van iets en denk, dat ziet er lekker uit, dat ga ik ook maken. Ja. Maar ik kijk niet naar het recept. Ja. En wat is nou het gerecht waar jij het meest trots op bent, Hans? Nou, wat ik het leuke vind is dat wij in het begin bedacht hadden, we gaan maar iedere dag andere recepten plaatsen. En Roger maakt zijn eigen saté, ook zijn eigen satésaus. Mm-hmm. Wordt ook niet verklapt aan de rest hoe die maakt. Nee. We hebben hem deze zomer 1 dag niet op de kaart gehad. Okay. En dan krijgen we ongeveer 4-5 appjes van, kom ik saté eten, is de saté op? Ja. Ja. Ja, soms kan dat dus wel eens. Dat kan nog wel eens. En ik moet zeggen dat ik de mixplank ontzettend leuk vind. Dat is gewoon een mix van allerlei mooie kwaliteiten vlees op een mooie houten plank. Okay. Met alles erop en eraan. Ja. En die kan je samen delen. Dus dat eet gezellig. Ja. Ik had laatst een interview met Jos Peters, hè, jouw buurman. Hè, en die vertelde eigenlijk van, mijn zaak ligt prachtig centraal in de gemeente Bergendal. Hè. Dat zou je eigenlijk hier van jullie restaurant ook kunnen zeggen. Prachtig centraal in de gemeente Bergendal. In de gemeente Bergendal wel, maar in het dorp natuurlijk niet. En het is nog, mensen moeten het nog vinden. Ja. Want het is heel verrassend, hè? Je zou het niet denken in een cultuur. Nee, we hebben een laatste keertje meegedaan aan een social deal. En dan kwamen we dan echt vreemden van buiten Beek. Mm-hmm. Kwamen bij ons eten en ja, die kwamen aanrijden. En dan is iets, oh god, waar komen we hier terecht? Ja. En dan gaan hier de deuren open en dan komen ze in deze ruimte terecht. Ja, die is ongekend. Open keuken. Ja. Wees eerlijk in wat je doet. Laat zien wat je doet. Mm-hmm. Dus ja, dat is wel. Dat heeft een groot voordeel. En daardoor doen we ook heel veel met Facebook. Ja. Om te kijken, om te proberen, om zoveel mogelijk te kunnen laten zien wat je doet. Ja. Zeg, Hans, de vrouw krijgt het slotwoord. Mooi. geef het Brasserie Beek eens een cijfer. Als bedrijf of als hoe ik het beleef? Hoe jij het beleeft? 10+. Oké. Okay. Ik vind het echt gewoon, het is een hele stap na 20 jaar op Calorama gewerkt te hebben. Heb ik mijn ontslag genomen. Ben hier ingestapt. Het was een kale ruimte. Het moest verbouwd worden. Mm-hmm. Ik vind dat ik het redelijk gelukt is met gezelligheid. En ik voel me hier thuis. Mensen voelen zich thuis. Ja. Kinderen voelen hier zich thuis. Gewoon echt thuis. Oké. Dan heb je ook nog een hele grote sporthal erachter zitten waar kinderen sporten. Mm-hmm. Die komen van tevoren even gauw een knuffel halen. Ja. Dus ik voel me op en op thuis, want ik ben gewoon gastvrouw. Maar het is gewoon heerlijk. Het is gewoon heerlijk. Ja. Kortom, het wordt tijd om eens een keertje naar de brasserie in Beek te gaan. Dank jullie wel. Welkom. Dank je wel.